Goedemiddag dames en heren. Vandaag interviewen we schoolagent Christian Harmelink met het Jeugdjournaal Zegbroek. De eerste twee. Oké, Christian Harmelinks. We hebben een paar pittige vragen voor u vandaag. En de eerste vraag komt nu. Wanneer is een politie genoodzaakt om een wapen te gebruiken? Gelijk inderdaad een hele pittige vraag. Het antwoord is eigenlijk wel heel simpel. Wij mogen, we hebben allerlei wapens bij ons, pepperspray, pistool, wapenstok. Eigenlijk gebruiken we die, mogen we die gebruiken als de andere partij dat ook heeft. Of als een andere partij echt, stel dat je iemand moet aanhouden, en die moet mee naar het bureau, maar die wil echt niet. En het is een hele grote man en die slaat bijvoorbeeld alles in zijn woning, kort en klein. Die heeft bijvoorbeeld al, als voorbeeldje, heeft al zijn vrouw geslagen. Dan weet je eigenlijk, die gaat niet zomaar mee. Dat moet wel. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn waarin je je wapenstok zou mogen gebruiken. Of het zou een voorbeeld kunnen zijn waarin je pepperspray zou mogen gebruiken. Als je kijkt specifiek naar het vuurwapen wat we hebben, dat is eigenlijk het meest simpel om te onthouden. Dan heeft de andere partij ook een vuurwapen. Of er is een heel sterk vermoeden, heel erg duidelijke reden waarom wij denken dat hij een vuurwapen echt in zijn dichte omgeving bij zich heeft, zeg maar. En dat is dan eigenlijk een reden wanneer we het vuurwapen mogen gebruiken. Dus het klinkt heel ingewikkeld, maar hou er rekening mee als de andere partij ook agressief is. Je school steeds, maar jongen het is. Ja. Echt, dat je echt iets heel spannends vindt. Ik weet nog goed dat ik ooit ergens bij ben geweest waar het was in een klein dorp, maar waar een gezin woonde dat heel erg veel overlast veroorzaakte voor dat hele dorp eigenlijk. En die mensen, zou je kunnen zeggen, ja, die hoorden daar niet thuis. Of die pasten niet in dat kleine dorp. Hè? Want in een klein dorp, daar kennen de mensen elkaar allemaal. Er gebeurde iets in dat dorp waardoor het hele dorp eigenlijk dat gezin wou wegjagen. En die wouden eigenlijk echt hun woning binnenkomen. En die mensen eigenlijk gewoon, ik denk als wij niks hadden gedaan, gewoon helemaal tot de los slaan. Simpel gezegd, echt zwaar mishandelen. Er was heel veel emotie. Ik denk zelf van niet. In dit deel waar wij nu zijn, de populaire stad in Zegbroek. En daar hebben we natuurlijk wel hangjongeren. We hebben natuurlijk wel jongeren die hun vrije tijd buiten besteden. Maar we hebben weinig confrontaties tussen politie en tussen hangjongeren. Verandert in hun gedrag in die 15 jaar dat u gewerkt heeft? Nee, ik denk het eigenlijk niet. Nee, wat er veranderd is de manier waarop dingen gebeuren. Dus als je tegenwoordig kijkt, zeg maar, doen we heel veel dingen met internet. Heel veel dingen die we daar kunnen doen, die zijn hartstikke leuk. Sommige dingen zijn ook gewoon wat minder leuk. Maar als je het hebt over roddelen bijvoorbeeld, ik noem maar eens wat. Roddelen, dat doen we eigenlijk al jaren. Achter iemands rug ompraten van die vind ik niet leuk en die vind ik een beetje stom. Of die leraar Frans, die is weer dom bezig. Dus dat is eigenlijk in al die 15 jaar en nog veel verder daarvoor gebeurt dat altijd. Dat is gewoon een menselijk proces. Nu met het internet heb je soms dat niet meer mondeling gebeurt, maar via WhatsApp. Of dat een filmpje van die vervelende leraar wordt gemaakt. Dan in de ogen van de jongeren, vervelende leraar. Maar een filmpje wordt gemaakt en dat wordt via WhatsApp verstuurd. En het komt uiteindelijk op YouTube. Het is niet zozeer het gedrag wat veranderd is, maar dan wel de middelen die we allemaal kunnen gebruiken. En soms heeft dat een heel negatief effect. Omdat als iets op het internet staat, dan kan dat hele grote gevolgen hebben voor iemand persoonlijk.
dat is denk ik het grote verschil. Dus de technologie, meestal heel erg leuk, maar soms pakt het ook iets minder leuk uit. Dat was het dan, dames en heren. Dit was Schoolagent. Harmelink, bedankt voor het kijken.